Welkom bij het stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Noordwijk eruit. Dat doen we met Martijn Bielaars van de VVD en Sjaak van den Berg van NZ Lokaal. Heren, we blikken terug op de commissievergadering Ruimte en Wonen van de woensdagavond. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Ja. Maar eerst de actualiteit, de ambtenarenfusie. Martijn Bielaars, hoe kregen de raadsleden in Noordwijk eruit te horen, die ambtenarenfusie? We zijn een paar weken geleden, donderdagavond, hadden we een raadsvergadering. En toen zagen we na de raadsvergadering het college vrij snel vertrekken. Terwijl we altijd nog even een glaasje drinken achteraf. Die waren met elkaar in beraad en die riepen ons na een half uurtje erbij, de fractievoorzitters. En toen zijn we even kort geïnformeerd over wat er eigenlijk gaande was in de regio. En nou, we hebben dat na aangehoord, hebben dat gezegd, laten we dit morgen even overdoen. En ook alle fractievoorzitters erbij, zodat we gelijkelijk geïnformeerd zijn. En dat hebben we ook gedaan. En hoe lang geleden was dat? Sjaak, moet je even helpen. De vorige raadsvergadering? Ja. 6 weken geleden al. Nee, minder. Nee, ik weet nog, want we hadden 2 weken tot de 19e, zeg maar, om. Dus het zal begin mei geweest zijn. Ja, de eerste dagen van mei. Vorige week zat ik hier met Noordwijkse raadsleden. Die zeiden van, we kregen het zo kort van tevoren te horen. We moesten zo snel beslissen of we mee zouden doen. Ja, voor zover wij weten zijn Noordwijk en Noordwijk Rout tegelijk ingericht, min of meer. Dus op dezelfde dag althans. En was die tijd zo kort om te beslissen? Werd er gevraagd absoluut. Tot het college van kom over een week met een reactie? Zo is de informatie aan ons doorgespeeld in ieder geval. Dat in op vrij korte tijd gereageerd moest worden op een stuk wat er al lag. En waar geen veranderingen meer op mogelijk waren. En dat was voor ons Noordwijk Routers een van de belangrijkste redenen om te zeggen van ja, we gaan niet ergens instappen waar we zelf niet over mee hebben mogen praten. Nee, wat vindt u van dat voortraject dan? Dat er een kant-en-klaar rapport ligt en binnen 2 weken moet u daar maar ja en amen tegen zeggen? Nou, voor zover ik begreep ligt er geen rapport. Ik heb een rondje gemaakt langs de VVD-fracties in de andere gemeentes. En het bleek eigenlijk, zoals we vermoeden, zoals we ook hoorden, dat het een idee is wat met elkaar besproken geweest tussen de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen. En wat verder niet op papier is, ook niet uitgewerkt, dus echt geen rapport. Het is als idee, zeg maar even, gepresenteerd naar ons. En, maar bewust met een aantal voorwaarden om ook niet te veel tijd te geven, omdat we, de ervaringen leert dat wij toch al gauw zoiets hebben van, nou, daar gaan we het eens even met elkaar over hebben. En nou ja, om het wat badinerend te zeggen, Noordwijk Hout en Noordwijk die doen, praten heel lang mee en zeggen vervolgens nee. Dus nou, het is dus een strategie geweest om ons een idee voor te leggen. En van jongens, jullie kunnen erin meegaan. En dan spelen we het met elkaar. En anders kunnen jullie later instappen, maar de trein rolt al. Dus het is eigenlijk een vraag uit fatsoen. Niet echt om serieus die twee dorpen er ook bij te betrekken. Nou, ik geloof best dat ze, ik zal niet zeggen van harte, maar ik geloof best wel dat ze ook het idee hebben dat de Bollenstreek gebaat is bij een gezamenlijkheid van alle 5, 6 de dorpen. Maar dat ze, en daar blijft het wat mij betreft een beetje vaag wat nu exact eigenlijk de achterliggende reden is geweest. Want natuurlijk kun je zeggen besparing en natuurlijk kun je zeggen efficiënt. Maar we hebben afspraken. We hebben afspraken om die 36 afspraken uit het Valentijnsakkoord af te gaan uitwerken. En daar zijn we ook hard mee bezig. En dit was toch een overval. En daar zit ook gelijk mijn zorg als ik mag doorgaan. Omdat ze spreken uit dat Hillegom, Lisse en Teylingen, dat ze die Valentijnsakkoorden, ook, dat ze daarmee doorgaan met die afspraken. Ook met ons blijven samenwerken. Maar waar ik nou bang voor ben, is dat er gaat natuurlijk heel veel tijd en energie zitten in die vorming van die ambtenarenfusie. Dat kan niet anders. En is er ook het andere risico van de hele gang van zaken tot nu toe? We waren eindelijk met 5 gemeentes op een rijtje bezig met 36 afspraken, Valentijnsafspraken. En nu is het toch weer dat 3 gemeentes gaan iets heel belangrijks doen en 2 andere gemeentes doen weer niet mee. Dat je toch weer een splitsing krijgt in de Bollenstreek. Ja, maar die splitsing is niet vanuit ons ingezet, zie ik. Die splitsing is met name door de 3 Rijksstraatweggemeenten ingezet. Want die hebben ervoor gekozen om met elkaar verder te praten over in dit geval een ambtenarenfusie. En
ja, wat daar verder dan nog uit mag rollen. Maar ik deel volledig de mening van mijn VVD-collega dat, ja, dat ik bang ben dat er van het samenwerkingstraject in de streek, bolle 5, bolle 6, dat daar ja, vertraging bij optreedt. Vertraging of valt het helemaal uit elkaar? Nou, ik denk dat, dat we nog wel een aantal dingen gezamenlijk zullen kunnen blijven doen. Dat hoop ik. Want dingen als de economie, waar we net met elkaar over bezig waren, en toerisme, dat is toch heel belangrijk en dat is bollenstreek overstijgend. Daar wordt zelfs ja, over gesproken om dat in een groter verband aan te pakken. En dan zou je het nu gaan downscalen. Dat, ja. Samenwerken vraagt ook dat je vertrouwen hebt, dat je op één lijn zit met z'n vijven. En nu is het toch zo, van die drie gemeentes wisten toch al Noordwijk en Noordwijk-Rout. Dat vertraagt alleen maar. Hartstikke idee, we gaan even snel een vraag stellen aan ze en we gaan gewoon met z'n drieën door. Zat dat er ook een beetje achter? Nou ja, weet je, de geschiedenis is natuurlijk wel zo. Hè. We hebben de niet vrijblijvende samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen gehad. Dat was bijna rond. En ik denk toch, als we eerlijk zijn, dat het Noordwijk Hout is geweest die op een gegeven moment heeft gezegd, nou toch maar niet. Initiatieven om met z'n vijven aan de slag te gaan, 5 à 6. Dat is toch eerst Noordwijk, toen Noordwijk Hout. Dus ik snap eventueel wel, ik snap wel dat daar wat bedenkingen liggen bij hun. Maar dit is niet zoals we het hadden afgesproken. En ik denk dat als je een afspraak met elkaar maakt en je wil hem ontbinden, dat je dat ook met elkaar doet. En ik had het ook nog niet eens zo raar gevonden als dat idee van die ambtenarenfusie ook, als we daar van begin af aan bij betrokken waren. Ik zal niet zeggen dat ik er nou zo'n verschrikkelijke voorstander van ben, maar we moeten ook wel iets met als Noordwijk houden. Maar is het ook niet zo'n ambtenarenfusie? Je gaat met alle ambtenaren worden samengevoegd. Dan is het nog maar een pennenstreek om een gemeenteraad en een college af te schaffen. Zo lijkt het althans. Ja, nou ja, het begin is er in ieder geval. Je gaat al wat meer aan elkaar wennen natuurlijk, omdat je in ieder geval ten kantoren van de ambtenaren elkaar continu tegenkomt. En bij de ambtenaren liggen de stukken van de verschillende gemeenten ja, op tafel, ook de vertrouwelijke. En de nog niet helemaal rijpe stukken. Dus ja, ik vind het wel een soort van logische gedachte, al wordt daar op dit moment niet over gesproken. Dus, en dat is ook niet de angst die wij hebben hoor. Ja, wij als NZ Lokaal hebben we sowieso dat we willen wel samenwerken. We willen zelfstandig blijven, we willen samenwerken met andere gemeenten. Maar dan op voorhand moet er vaststaan ja, wat je er beter van wordt. Liefst in geld of in efficiëntie of betere voorzieningen. En ja, in dit geval deze fusie, ik denk dat die de komende 4 jaar gewoon heel veel energie gaat kosten en geld. En dat dan daarna misschien iets van profijt gaat komen. Er werd nu gesproken over 5%. Nou, 5% efficiëntiewinst, dat vind ik heel mager om zo'n traject in te zetten als wat er nu ingezet wordt. En worden Noordwijk en Noordwijk-Rout nu in elkaars armen gedreven? Ik weet nog een leuke naam voor zo'n samenwerkingsverband uit het verleden. Ja, een mooie gedachte. Ja. Nou, wat we in ieder geval wel hebben afgesproken is om elkaar wel goed bij de hand te houden. De colleges hebben dat met elkaar afgesproken. En om de ontwikkelingen goed te blijven volgen. Omdat we allebei in dit verband dan in een wat kwetsbare positie terecht zijn gekomen. Ook maar tussen aanhalingstekens hoor. Want voorlopig voelen wij als Noordwijk-Hout geen bestuurlijke en financiële noodzaak om dit soort stappen te nemen. En dat is een luxe opmerking, maar hij is wel juist. In tegenstelling, om het toch maar even te noemen, ik snap Hillegom wel, die ook altijd kritisch is geweest ten opzichte van dit soort bewegingen. Maar die zitten met een tekort van 2 miljoen op de begroting. Ja, dan voel je iets meer noodzaak. En voorlopig realiseren we in Noordwijk-Hout toch een heleboel mooie dingen en hebben een gezonde begroting. Ja, ik moet zeggen, we hebben die angst dus dat we alleen komen te staan, die is in dat opzicht niet zo heel groot. En we houden in elkaars armbedrijf, vind ik te veel gezegd, maar Noordwijk en Noordwijk-Hout houden elkaar wel goed in de gaten en blijven goed samenwerken. We gaan naar de commissievergadering. Er stond een plan van aanpak om tot een centrumvisie te komen, stond er op de agenda. Nog niet eens de centrumvisie zelf, maar een plan van aanpak, hoe gaan we zo'n visie nou opstellen? En uw collega, die zei van ja, dat woord ondernemers komt er veel te vaak in voor. Het lijkt wel of het om de ondernemers draait. Was dat de kritiek van uw partij in het lokaal? Ja, die kritiek hadden we zeker. Waren we niet de enige in. Wij vonden inderdaad dat het stuk wat er lag op zich
ja, een aanzet gaf voor een discussie over ja, het centrumplan. Wat moet er met het centrum van Noordwijkerhout? Wat gaan we echt daarmee doen? Maar op voorhand was al bekend dat de ondernemersvereniging, daar waren contacten mee geweest. De horeca had al wat op papier gezet. Ja, en dan hebben wij zoiets, ja, we zitten er voor alle inwoners van Noordwijkerhout. Waar komen de andere inwoners aan bod? En er zaten wel wat mogelijkheden in het plan van aanpak, maar die waren in onze ogen niet zo uitgewerkt. En daarom leek het een beetje alsof de ondernemers gingen bepalen hoe het eruit gaat zien. En ik vind de ondernemers verschrikkelijk belangrijk, want er moet geld verdiend worden om dingen te realiseren. Maar we wonen ook in Noordwijkerhout en we winkelen in Noordwijkerhout. En er zijn, ja, er zijn organisaties die zich bezighouden met het wel en wee in Noordwijkerhout. En die moeten ook hun zegje kunnen doen. En we hadden even het idee dat niet aan bod zou komen of niet goed genoeg. Nou, dat werd gelukkig ontkracht door de wethouder die met erg veel ambitie over zijn plan sprak. Nou, want de PvdA, er is het lokale nog voorzichtige kritiek over het ondernemerselement, maar de PvdA die sabelde het hele plan van aanpak ongeveer neer, ja, op basis van dat argument. Dat klopt. De heer Jansson die las een stuk voor wat geschreven was door Leon Floer. En dat liet niet veel van heel, maar aansluitend bij de woorden van de heer Van den Berg. Kijk, ik denk wel dat de portefeuillehouder goed doorkreeg dat het stuk zelf veel te veel van dit soort vragen opriep. En een sfeer opriep die eigenlijk helemaal niet bedoeld was. En hij herstelde dat enorm met een heel vlammend betoog. Het kwam uit zijn ziel. Dat hadden we niet om. En we gaan er wat van maken. En dit zijn mijn ideeën. Nou, het gaf ineens veel meer kleur aan het verhaal dan het hele rapport weergaf. Dus dat was wel een mooi moment, zeg maar, in de commissie. Ja. Want toen draaide iedereen opeens als een blad aan de boom. Ja, maar het was ook een beetje, sommige dingen werden ook niet goed gelezen of begrepen. Kijk, waar terecht de ondernemers wel erg veel aan het woord kwamen of aan bod kwamen. Er stond wel degelijk in dat er allerlei sessies met omwonenden en dat breed geïnventariseerd zou worden wat de ideeën zijn. Dus het stond er wel in, maar kennelijk toch had het deze krachtige onderbouwing van de portefeuillehouder nodig. Ook onder indruk dus van het betoog van wethouder de Jong? Nou, wij vonden inderdaad dat hij goed herstelde. En dat hij duidelijk maakte dat er wel degelijk ruimte is voor iedereen om er nog over te praten. En er is nog alle tijd. Het staat absoluut niet onder tijdsdruk. En hij gaf toe, eigenlijk al die dingen die genoemd werden door mijn collega Gerard van der Klucht, maar ook door de Partij van de Arbeid. Hij gaf toch wel toe van ja, die dingen moeten er ook allemaal. Maar dat was ook zijn bedoeling. Ja, nou, dat was ons niet helemaal duidelijk. En dan is zo'n commissievergadering alleen maar goed als die verduidelijking er dan komt. Ik wil het toch even noemen. Eén woord in Noordwijkerhout moet je heel zachtjes zeggen. Dat is het woord muurtje. Uit het verleden. De PvdA zegt van ja, er staat iets over bomen, er staat iets over het muurtje. Nou, we weten nu al wat er gaat komen. De bomen in het hof, muurtje een stukje opzij voor de auto's. Dat ziet er nu al aan te komen, zei de PvdA. Is dat echt zo? Nou, ik heb dat niet geschreven, maar ik heb het er ook niet uit gelezen. Ik zag wel, wat ik echt zag staan, was van nou, als die bomen schijnen ziek te zijn. Ik hou me maar heel voorzichtig, want ik weet het allemaal niet, ik ben geen tuinman. Schijnen ziek te zijn en als ze weg zouden moeten, dan is de suggestie geopperd om ze binnen het muurtje te plaatsen. Maar volgens mij gaat daar nog heel wat water door de Leidse Vaart om dat nog bewerkstelligd te krijgen. Want ja, daar bestaan verschillende ideeën over in Noordwijkerhout. Ja, wat is er nu afgesproken? Niets over die bomen. Maar het plan van aanpak wordt nu gewoon uitgerold? Nou, de portefeuillehouder die heeft zijn wethouder de Jong heeft de opmerkingen te harte genomen en hij gaat aan de gang. En wanneer moet dan de centrumvisie zelf klaar zijn? Wanneer staat dat ongeveer gepland? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is nog geen finale datum. Nee. We werden ook nadrukkelijk gevraagd om niet een bepaald besluit om het niet vast te stellen. Maar het is een dynamisch document waar dit mee aan de gang gaat. En, het CDA zei niet te veel tijdsdruk, neem de tijd en dat gaat hij ook doen. Dat was de heer Meeuwenhoorn, die zei neem vooral de tijd. Dus dat was een advies vanuit zijn eigen achterban. Ja.
We hebben het net gehad over Noordwijk en Noordwijk-Rauwt, die elkaar meer in de armen vallen nu, gezien de politieke situatie in de Bollenstreek. Maar er was concreet een zaak tijdens de commissievergadering waar Noordwijkers al juichend door de straten van lopen, want Noordwijk-Rauwt is ook tegen de windmolens. Ja, dat is gisteravond uitgesproken in de commissievergadering. Wederom mijn partijgenoot die gaf aan dat hij eigenlijk vond dat Noordwijk-Rauwt zich wel een beetje stilhield op het gebied van die windmolens voor de kustgemeente. Ons standpunt is heel duidelijk. Wij zijn voor schone energieopwekking, maar geen windmolens op deze manier zo vlak voor de kust. Want ook Noordwijk-Rauwt heeft best heel veel toeristen over de vloer. En het moet niet zo zijn dat die weg gaan blijven omdat hier straks, zoals gezegd wordt, een hekwerk aan windmolens goed duidelijk te zien is. We hebben zelf, op dit moment kunnen we al zien, het Luchterduinenpark wat net in gebruik genomen is. En dat is al behoorlijk goed zichtbaar, vind ik. En het wordt alleen maar dichterbij en groter. Nou, dat werd gedeeld door alle partijen in de raad. En we moeten nog even beslissen op wat voor manier we gaan doen. Maar we willen eigenlijk in de komende gemeenteraad een besluit nemen waarbij we een ondersteunend stuk indienen. Dus of dat een petitie wordt die we gezamenlijk ondertekenen. Of dat we het college oproepen met een motie. Dat moeten we nog even dit weekend in het vat gieten. Okay. Dan wat anders. Uw partijgenoot Kramer, die wordt zwaar opgewonden van het woord glasvezel. Ja. Wat heeft hij precies met het woord glasvezel? Ik weet niet of hij iets met het woord glasvezel heeft, maar hij heeft wel iets met techniek. En met name internettechnologie en alles wat er omheen samenhangt. En hij is ervan overtuigd, daar heeft hij al vaker de aandacht voor gevraagd, fracties in de raad, maar hij van onze club, dat we moeten uitkijken dat we niet gaan achterlopen en dat we vooral op tijd gaan zorgen voor een krachtig glasvezelnet, waarmee we bestand zijn tegen de eisen die de toekomst aan ons stelt. Nou, en ook het verhaal, wij denken ook dat particulieren er ook behoefte aan hebben. We downloaden steeds grotere dingen, Bollenstreek omroepen wordt steeds zwaarder op internet. Met al deze moeilijke interviews. En het is een paar keer door het college is dat gezegd, nou, dat daar is geen belangstelling voor, niet genoeg belangstelling voor Noordwijk-Rauwt. En Regenfiber heeft Noordwijk wel, maar Noordwijk-Rauwt onvoldoende, zeg maar, klandizie in het vooruitzicht om dat te gaan doen. En daar begint eerlijk gezegd wel steeds meer wat weerstand tegen te komen tegen deze uitspraak. Hoe is dat onderzocht? Is het eigenlijk wel goed onderzocht? Hoe kan dat nou? Teilingen doet het nu ook. Weet je wel? Nou, dan begint toch al een lampje te branden. Noordwijk, Teilingen. Hey, zijn we de laatste straks? Nou, dat was zijn betoog. En het is doorgedrongen. Het college is ook aan de gang gezet om daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Of hoe de behoefte hier ligt en wat de intenties van bijvoorbeeld Regenfiber is. Dus de kans op glasvezel in Noordwijk-Rauwt is nu vergroot sinds woensdagavond? Er is in ieder geval, het is weer onder de aandacht gebracht. En ik hoop dat de kans daarmee vergroot is. Oké, dat is de geruststelling van de heer Kramer dan? Dat hoop ik wel. Oké, heren, bedankt voor de komst naar de studio. Dit was het stuur van de Bollenstreek. Afslag Noordwijk-Rauwt, bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.